Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Rick. En ik ben Jesper. En vandaag gaan we reageren op haatcomments. Let's go! Oh yeah! Mooi. Hey, homo's! Wat zijn die vloggers? Glow movie! Jullie zijn fucking cringe, man! Hey! 100% cringe! Hey, kan ook komen! Echt op! Als jullie geen video-ideeën hebben, k*** gewoon op en ga niet elke week een shuffle video. Niemand wordt daar blij van. Jon, ik val daar echt de bugs en de knalgroene kop in. Ho, rustig. Jesper, rustig. Nee! Rustig, ja. Nee. Die Rick is echt lelijk. Ten eerste. Je schrijft mijn naam met een K, niet met CK. Oh, ik word er echt fucked up boos om. Ik trek de baankruik uit de grond, hè. Ja, en ik kan sowieso niet tegen deze mensen, want jij heeft al geen profielfoto en dan gaat hij zo schelden en daar kan ik niet tegen. Echt een Jenny. Er reageert iemand onder onze video. Mijn telefoonnummer is. Die gaan we bellen. Dit nummer is niet in gebruik. Gekke tata's, jullie worden alleen bekend omdat je dit soort dingen kan betalen en ook pro-edit programma hebt. Maar jullie zijn eigenlijk saai. No, ten eerste, denk eens even aan je taalgebruik. Precies, Patrick Star. Ten tweede wil ik even zeggen dat we trampolines vaak op Marktplaats kopen voor een kleine 25 euro. Precies. Een derde Die beat van de intro gelijk oor k***. Kijk naar dat homoloopje. Nou, ten eerste. Agnes ter Stegen is denk 46 jaar. Ouder. Maar waarschijnlijk heeft de zoon op dat fucking account liggen reageren. Dan denk ik echt, come on boy. Dat kan niet. Kom op ouders, waar zijn jullie? Ja, net op uw kind, ja. Jan! Kut video's en kut klein Jespertje dwerg met zijn babypenis. Zo. Dat is niet niks. Ik wil even mijn mening geven. Qua productiekwaliteit vind ik de video goed. Goede FX transition intro, maar ik vond de video zelf een beetje cringy. Nee, dit is niet het juiste woord. Flik op man, hier komen we toch niet ver? Precies. Hey. Ja, het mooi weer. Jullie zijn KK dun. Nou, dan gaan we even kijken dan. Gucci man. Homo met je induk hoofd. Nou. Kijk eens even naar zijn profielfoto. Ja, van een auto. Die ja, misschien... kijk, dat is het hele. Dat is het hele ja. Eigen eten. Ze durven zelf ze geen durven foto's. Zichzelf nee. Niet. Ja, ze durven gewoon geen foto van zichzelf op YouTube zijn profielfoto te doen. En dan doen ze gewoon een wakkie die ze ook niet eens kunnen betalen. Terwijl het gewoon echt een kutauto is. Colin, kunt de bol op! Nee! Hey, kunt de bol op! Wat een kut-challenge. Jullie doen het alleen maar voor het k*** geld. Klopt. Nou, wat een domme tyfus challenge. Iedereen kan dit. Heb je geen creativiteit? Je bent gewoon heel stom als je dit doet. Applaus naar de cameraman die er geen k***er van kan. Hoe eng is dat? Nee, je moet applaus. Applaus naar jou, want die video heeft 2,5 miljoen weergave. Dus ik weet niet wat je ligt te haten, maar... De volgende reactie is van Mama Nexpec. Hé, neem me? Hé ha? Neem me hè? Dat is big. Padri en Ot Hitam. Mee! Ik sta iets. Firam Nano Eradium. En dan moet ik dat lekker doen. Konthoofd en konthaar. Die snap ik echt nog niet. De definitie van konthoofd is dat als je een kale vleeshelm hebt. Dat is dus al dubbel gezegd: vleeshelm is kaal, kaal. Snap je? Dus dat je een vleeshelm hebt en dat er dan een naad door dingen loopt. Nee, niet doen! Dat is echt gevaarlijk.
Hoi. Hey. Jij kunt niet zingen, kut. Dancing queen, hear a bean, hear a bean. Duidelijk, Jasper, ik irriteer me letterlijk de tering aan je kop en vooral als je lacht. Ja, er zitten natuurlijk ook leuke reacties bij. Zo hebben we hier een reactie van de enige echte Enzo Knol. Leuke video, jongens. Bedankt, Enzo. Daar worden we dan weer blij van. Dus show dan naar jou, Enzo. En ja, super tof. Saai, stom. Ik ga een duim omlaag geven. Slecht. Die Belg kan slecht zingen en jij ook. Fijne sukkel. Amma, kom, hè. Kom. Nee. Hé, hey, kom. Oké, Rick, jij moet de volgende voorlezen. Nee, ik ga niet deze omdraaien. Jasper zijn hoofd is zo lelijk dat ik niet meer geabonneerd ben. Ik geef je eigenlijk al gelijk. Wij dus heeft geabonneerd verkeerd geschreven. Nee. Oké. Okay. Ja, weet ik trouwens niet. Ik weet het zelf niet eens. Lulzakken. Hoi worst. Jullie vitsen worden wel echt minder leuk. Jullie halen ook steeds minder boven de 100k weergave. Serie, niet telkens denken dat je grappig bent door te vallen of iets in je mond te doen. Wereldrecord 25 frikandellen en jullie proberen gelijk 200 stuks. Wees eens realistisch, man. Dit is voedselverspilling. Triest. Klopt. Maar die video waar we 200 frikandellen gingen proberen te eten, ik word ook zo boos om die reacties. Mensen beseffen niet dat je die frikandellen kan bakken, frituren en gewoon in de diepvries kan stoppen. We eten nou nog steeds die frikandellen. Echt? Ja, echt. Dat kan gewoon. Nou jongens, het was me toch wel weer een genoegen. Ja, ik volk jongen, echt. We kunnen dit helemaal. Ja, soms denk ik even serieus, doe gewoon even normaal. Ja, hoe? Slaat er gewoon echt neus op. Oh, wesp! Wesp! Ah! Achterop! Wesp! Ik heb hem achteraan. Later. Tot de volgende keer. Ja.